Een van de stages die je hier kunt krijgen is de consultatieve dienst. De consultatieve dienst krijgt vragen van dokters uit het ziekenhuis. En we gaan die problemen onderzoeken. Dus we gaan naar de patiënten toe. We spreken de dokters, de verpleging en de hele range van mensen die om die patiënt hangen. Ik kom met de psychiatrie op verschillende manieren in aanraking. Ten eerste hier op de spoedeisende hulp. Het Erasmus MC is een level 1 traumacentrum. Er komen grote ernstige slachtoffers binnen van zowel ongevallen als mensen met ernstige ziektes zoals leverfalen, levertransplantaties, niertransplantaties, etc. Die patiënten vangen we hier op de spoedeisende hulp. Maar vaak is er ook regelmatig sprake van psychiatrische problematiek. Dus daar vragen we onze psychiatrische collega's om hier op de spoedeisende hulp met ons mee te denken. Ja, als je hier een stage komt doen, dan kom je natuurlijk op alle plekken in het ziekenhuis. Want wij komen tot en met in de verloskamers van Sophia gaan we naar patiënten waar psychiatrische problemen zijn. Maar we komen bijvoorbeeld heel veel op de plekken waar mensen liggen die ernstig ziek en instabiel zijn. Zoals de intensive care's komen we heel veel. We zien allerlei soorten problemen. De grote multitrauma patiënten met een heleboel fracturen en problemen in bed liggen. Transplantatiemedische patiënten die bepaalde medicijnen krijgen die effect hebben op hun bewustzijn. De mensen die gewoon langdurig opgenomen liggen hier, die in het kader van chronische ziekte eigenlijk niet willen herstellen. En waarvoor weer andere maatregelen nodig zijn. Dus dat zijn eigenlijk hele afwisselende problemen. Dat maakt het voor ons vaak lastig, maar voor een psychiater heel erg interessant. En we proberen zelf als ziekenhuis een warm nest te maken, zodat je je goed voelt. Dat je op een veilige manier hier die ruimte kunt zien. Eigenlijk nog steeds een heel inspirerende omgeving. Als je hier dan rondloopt, dan weet iedereen wie je bent. Je bent gekend en ook wel gewaardeerd om wat je dan hebt gedaan. En dat is heel prettig.